Hartelijk welkom bij Praatje Politiek vanuit Studio De Mandenmaker. Praat ik met niemand minder dan Rita van der Groep. U kent haar allemaal. Wat heeft zij meegemaakt sinds 19 maart 2014? Het is nog maar kort geleden. En het succes wat de KAP had met de tariefregulering van het reinigingstarief. Ik zeg het een beetje eenvoudig. Daar ga ik het met haar over hebben. Rita, goedemorgen. Goedemorgen. Leuk dat je er bent. Ja, leuk dat je er bent. We gaan ook pepernoten eten. Misschien ook wel gooien als je denkt van joh, het gaat niet zoals ik wil. Gooi met pepernoten. Dan wel een handje pepernoten over je heen. Ja. Ja. Ik wil teruggaan met jou naar 19 maart 2014. Ja. Dat is eigenlijk nog heel kort geleden. Dat is heel kort geleden, ja. Jullie hebben daar een ontzettende douw gehad als partij, als Christelijke Arbeiderspartij. Ja. Jullie zijn gehalveerd, ja. Sowieso in zetels. Mm-hmm. Maar ook jij duikelt van 1300 stemmen in 2010 naar 560, 570 stemmen. Uit mijn hoofd weet ik dat niet, maar jij zult het goed hebben, denk ik. In het politieke leven betekent dat een doodslag. Een doodsteek. Ja, dat is zo, ja. En dat betekent daarnaast dat degene die lijsttrekker was van de KAP, lijsttrekker in het algemeen, mm-hmm. het veld ruimt. Ja, nou, dat zou je wel zo zeggen, ja. Jij doet dat niet. Nee. Waarom niet? Goed dat je dat vraagt, want daar wil ik graag antwoord op geven. De partij, de Christelijke Arbeiderspartij, die 58 jaar bestaat, nou, haar leden hebben mij unaniem, en zij wisten het risico daarvan, hè, geplaatst op nummer 1 met het verzoek om lijsttrekker te worden. Nou, dat is dan toch een enorm vertrouwen wat je krijgt van de leden. En ik heb dat toch aangenomen omdat de rang op mij behoorlijk was. Rita, wil je het alsjeblieft doen? Wil jij het doen? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dan komen de verkiezingen en dan komt die dramatische uitslag. Want dat is een ding dat zeker is. Dramatisch. Niemand ooit op gerekend. Nee. Maar jullie ook niet en niemand van de pers ook. Maar goed, we zijn dat nu aan het analyseren. En dan kom je voor het stuk te staan dat je zegt, nou, je bent gehalveerd. Wie gaat daar de politieke consequenties uittrekken? Terecht, precies zoals jij net zegt. Wie zei dat overigens? Wij met elkaar. Ja, ja. Maar dat is logisch, dat zeg je als partijleden tegen elkaar. En daarop was heel resoluut Rickert Heijnen die zei, nee, ik heb het beleid van de KAP neergezet de afgelopen 4 jaar. En ik wil opstappen, want ik trek daaruit mijn politieke consequenties. En alsjeblieft blijf jij zitten. Ook refererend aan het feit dat ik unaniem gekozen ben door de leden van de partij en daar een enorm mandaat mee heb gekregen. De redenatie was, kijk, nu heb je deze tik gekregen, een forse, precies zoals je zegt. Dan moet het ook nog niet gaan gebeuren dat jij, die het mandaat heeft van de kiezers, van onze leden, degene die de partij bepalen, dat jij dan ook opstapt. Want dat zou onterecht zijn. Nou, met elkaar over gesproken en gedaan en nou wel wat uurtjes met elkaar zitten brainstormen. En al dus is besloten. Ja. Alleen in het politieke wereldje, en dan kun je zeggen wij van de KAP zitten niet in dat wereldje, maar in het grote geweld van de politiek is het gebruikelijk dat de lijsttrekker zijn consequenties neemt. Ja, maar de KAP is geen gebruikelijke partij, hè. Je zegt het al terecht. Ja. We zijn een plaatselijke politieke partij. En ja, je kunt wel zeggen, het gebeuren in politiek Nederland is zo dat je opstapt. Ja, wij menen toch echt dat er redenen zijn, en nogmaals op verzoek, om aan te blijven en dat doe ik dan ook. Ja, want een voorbeeld is natuurlijk degene die in Amsterdam de wethouder was van Financiën. Ja. Die heeft daar ook fors verloren en die stapt eigenlijk na de nederlaag al gelijk op. Ja, dat snap ik. Ja, dat begrijp ik. En terwijl die natuurlijk ook mandaat heeft en de kiezers en de hele wereld. Helemaal met je eens. En als het zo duidelijk zou zijn, ik zei het zojuist al bij de inleiding, dat dat bijvoorbeeld aan mij heeft gelegen. Dat kan, hè? Alles kan. Dan had ik daar, wat ze ook me hadden gevraagd, toen ik geen twijfel over hadden bestaan, en was ik opgestapt. Maar omdat wij absoluut niet weten, geen idee hebben waar dit verlies vandaan komt. Want als je kijkt naar de resultaten die geboekt zijn, is het gewoon niet te verklaren. Zo simpel is het. Dus er moet wel een andere verklaring zijn. En dat is dan ook de reden dat er op dit moment een commissie van wijzen bezig is. Om de complete partij door te lichten. Om te kijken waar die nederlaag vandaan komt. En om te kijken hoe gaan we verder met de KAP. Dus eigenlijk het complete plaatje in beeld te brengen. En we hopen in het voorjaar met, nou misschien al wel wat vroeger, toch met de aanbevelingen verder te gaan. Het bestuur heeft gezegd, wij verwachten van u een serie aanbevelingen. Die gaan we natuurlijk voorleggen aan de leden. En dan zullen we zien welke kant we op moeten. Ja. Vind jij het dan slim dat je op de site van de KAP al roept van maar ik wil doorgaan?
Ik heb nu zo naar mijn zin samen met Pieter. Ja, want ik, want dat, dan neem je eigenlijk al een voorschot. Nou, ik zeg mijn mening. Ik wil dolgraag doorgaan om de mooie gemeente te dienen. Dus ja, ik vind dat ik mijn mening mag zeggen daarover. Als anderen daar anders over denken, is het natuurlijk zo dat ik me daarbij neer zou moeten leggen. Ja. Wat verwacht jij daarvan? Van die je bent een kopstuk van de kap. Ja? Ze gaan jou toch niet wegsturen? Ik hou alle opties open. Maar ik verwacht niet dat dat gebeurt. Maar ja, we verwachten ook niet, hè, zoals je al zei, dat we gehalveerd zouden worden. Dus je weet het in het leven nooit. Maar doe jij ook aan zelfreflectie? Ja, uiteraard. Dat je na een verkiezingsdebat van rondom die 19e maart is voor de spiegel gestaan van, heb ik het allemaal gedaan zoals ik had gewild? Hoe was de politieke opinie? Had ik het misschien wat anders moeten doen? Ja. Is het ook een afrekening op jouw wethouderschap? Ik denk niet. Nee. Want ik moet er ook natuurlijk een beetje naar raden. Maar als ik de reacties heb gezien van mensen die erachter kwamen, oh, maar dan is Rita geen wethouder meer. Je kunt je niet voorstellen dat mensen zich niet beseffen. Maar jij zit dicht bij de politiek en ik zit in de politiek. Maar heel veel mensen hebben daar echt niet de visie op zoals die eigenlijk is. En zei, ja, maar dat heb ik nooit begrepen. Dat jij dan geen wethouder... Je kunt toch gewoon wethouder blijven? Je bent toch een fantastische wethouder? Ja. Dat soort uitspraken. Dan denk ik, ja, mens, kijk... dat kan dus niet. Zo werkt het niet in de politiek. Er zijn ook mensen om je heen die zeggen van, Rita, je hebt je verkeerd opgesteld. Je had het anders moeten doen. Nee, ik heb daar wel heel veel gevraagd. Nee, de adviezen die je meestal krijgt is van, joh, in de mensen om je heen of die het met je eens zijn, zo moet je het eigenlijk zeggen. Van die had je wel wat harder aan mogen pakken. Ja, dat vind ik dus niet. Ja, dat is altijd makkelijk als je dat is heel makkelijk zeggen, hè? Niet maar, aan het roer staat. Nou, dat is ook zo, maar ik vind ook, kijk, je kunt het met elkaar van mening verschillen, Maarten, maar dat doen we dus ook wezenlijk, hè? Want daarom zijn we verschillende partijen. Maar ja, ik vind dat een stukje beschaving er toch altijd bij moet blijven horen. Ik vind het eigenlijk een uitgangspunt. En natuurlijk, je hebt wel eens onderwerpen die je ook emotioneel zo raken dat je best wel eens met een stemverheffing of een stembuiging of wat dan ook spreekt. Maar op de man spelen, nee, daar ben ik geen voorstander van. We hebben natuurlijk in het verleden veel, nou ja, wat is veel? Veel voorbeelden gehad in de tijd van Arend Pruijs en weten ze allemaal, die daar hebben gezeten, die uiteindelijk allemaal zijn vertrokken. Ja. Om een activiteit, om iets wat niet goed ging. Ja, dat is zo. En ze zijn ook zelf opgestapt, Arend en zijn opvolgers zijn gewoon zelf opgestapt, ook omdat de partij uit elkaar viel. Dus het is toch voor mensen die een beetje zicht hebben op de politiek en een beetje, wat is een beetje, toch niet onlogisch. Je ziet ook in de grote politiek, noem het dan maar even zo, in Den Haag, dat mensen weggaan omdat er iets niet gelukt is, of dat ze inderdaad hun doel niet hebben bereikt, of inderdaad verkiezingen hebben verloren. Of er geen zin meer in hebben. Ja, nee, dat kan ook. Ja. Nou ja, goed, ik ben er van de week ook al over ondervraagd en ik vind het ook helemaal goed hoor dat gebeurt. Oude liefde roest niet. Ik heb altijd proberen uit te drukken, ook naar jou, maar ook naar anderen, dat ik niet in de functie wethouder of raadslid of fractievoorzitter zit voor mezelf, maar voor deze gemeente. En zolang ik het idee heb en daardoor nadrukkelijk gevraagd wordt, Rita, wil jij dit alsjeblieft doen? Dan doe ik dit voor onze gemeente. Is het ook zo dat ze eigenlijk geen andere Rita hebben? Nou ja, jullie. Nou kijk, ieder mens is natuurlijk uniek, hè? Jij bent fanatiek, je gaat ervoor en dat de lijst achter jou of onder jou, whatever, niet zo'n fanatieke politica hebben als dat jij bent. Misschien, dat zou zo kunnen zijn. Ieder mens is uniek en ieder mens heeft zijn eigen kwaliteiten, hè, dus dat is gewoon zo. Maar vergeet ook niet dat ik zo'n 30, 35 jaar bezig ben in de politiek, dus dan weet je wel een beetje hoe de hazen lopen, zeg maar. Nou, hoe het ook zij, ik werk uitstekend samen met bestuur, fractie enzovoort. En er zit niks tussen ons, zeg maar. En wij hebben open houding tegen elkaar. Als er eens wat is, dan zeg ik, jongens, geef me feedback. En zeg gewoon wat jullie ervan vinden. Dat gebeurt gewoon nog iedere maand. Of iedere 6 weken voor de raadsvergadering. Ja, en op die wijze deze mensen en mijn leden vragen, blijf alsjeblieft. Ben je de Hans Wiegel van de kap? Ben jij de Hans Wiegel van de kap? Als je wat roept, dan is alles in rep en roer. Nou, ik ben niet de Hans Wiegel van de kap. Maar kijk, ik heb natuurlijk wel door mijn jarenlange ervaring wel een bepaalde positie. Dat is logisch. Hè, kijk, alles wat mensen zeggen en dat in vertrouwen tegen je vertellen, maar ook in eerlijkheid, dat neem je serieus. Maar als je weet dat iemand het zegt die al 30 jaar werkzaam is in dat vakgebied, zeg maar, ja, dan neem je het net iets serieuzer. Er zijn natuurlijk stromen die zeggen 30 jaar, dat is echt wel mooi geweest vandaag de dag. Anno 2014, het wordt tijd dat je de plek geeft aan een opvolger. Mm-hmm. Had dit een uitgelezen moment geweest? Of zeg je van, nou, er is eigenlijk niemand zo goed als ik.
En er staat niemand te wachten om fractievoorzitter van de KAP twee zetels te worden. Ik zeg niet dat er niemand zo goed is als ik, want dat zou natuurlijk onzin zijn. Maar ze staan niet in rijen van drie te wachten van mag ik fractievoorzitter worden. Nee, gelukkig zitten nu bij de nieuwe ploeg wel weer wat mensen waar ik veel vertrouwen in heb. En ook hoop voor de toekomst. Dat is ook nodig. Maar op dit moment, ja, kijk, staan ze niet in rijen van drie en vier te wachten, mag ik. Dat is gewoon zo. Ja. Het is sowieso voor iedere politieke partij al heel moeilijk om goede mensen te krijgen die daar tijd en energie in willen steken. Maar dat weet je. Dus ook bij ons wordt dat steeds lastiger. Ja. Ja, dus daarom, want ik zag nog even op de functielijst en nevenfuncties. Je hebt daarvoor je handen vrij. Ja, je bent niet gebonden aan een baas. Precies. En dat is een voordeel. Tuurlijk is dat een voordeel, want vergis je niet, zeker nu je met z'n tweeën bent, hè, die het in de raad moet verwoorden. Ja, de stukken lezen machine is weer op gang gekomen, kunnen we wel zeggen. Dus dat betekent, VNG zegt dat je ongeveer 15 uur, hè, gemeente van onze grootte, en als fractievoorzitter zeker 15 uur per week ermee bezig bent, nou, ik kan je verzekeren, dat ben je zeker. Ik ben het wel wat meer, maar goed. Om ieder uurtje te tellen, daar ben ik niet voor. Bovendien doet het niks aan je vergoeding af of aan. Nee. Maar even om een indruk te geven hoeveel tijd het je kost. En dan kan jij je ook wel voorstellen dat een jong mens met een baan, hè, die ook nog misschien wat carrière wil maken, en een gezin heeft enzovoort, ja, dat die nog wel eens drie keer na zal denken om daarin te stappen. Niet omdat ze het niet willen, maar soms kun je ook gewoon niet. Heb je gewoon de tijd niet. Nee, het gaat om ambitie natuurlijk. Vind je het een leuk spelletje? Vind je het leuk om te doen? Nou, daar komt het woord weer, ambitie. Mijn ambitie is om het allerbeste te doen voor deze gemeente. En dat is moeilijk los te koppelen, merk ik steeds weer als ik met mensen praat die zelf, zeg maar, carrièregericht zijn. Want die denken dat iedereen denkt zoals hun denken. Ja, ik wil carrière maken. Wat is nou carrière? Ja. Carrière is toch helemaal niks? Kijk, het vervelende is natuurlijk, Rita, je staat niet meer aan het roer. Nee, niet in de... Hoezo? Normaal was je wethouder, dan had je toch een beetje wat te vertellen, zeg maar. Ja. En dan zat je in de regering, hè, in de coalitie. Ja. Nu sta je met drie andere partijen aan de hele andere kant van de streep. Ja. Dus waar blijft het van het beste voor de gemeente? Daar zullen we het straks. Je hebt niks voor te zeggen. Daar zullen we het straks dan eens even over hebben. Want ik denk dat je wel wat voor te zeggen hebt. Ik heb vaker in de oppositie gezeten en ook met jou daarover gesproken. En dan wordt er vaak gevraagd, ben je dat nou niet eens een keer zat? En, hè, want je kunt wel roepen, maar er wordt niet geluisterd. Nou, je ziet, ook toen is er een ommekeer gekomen. En zo werkt het nou eenmaal in het leven. Hè. Niets blijft hetzelfde. Maar ook, ik ben ervan overtuigd, als je een goede oppositie voert, dat je nog veel kunt betekenen voor de gemeente. Nou, je hebt het zojuist al even aangekondigd, tariefendifferentiatie. We waren aan het spreken over de begroting, altijd best wel een arbeidsintensief gebeuren. Nou, je hebt het gezien, er is één motie en één amendement is er doorgekomen. Ja. De motie is overgenomen door het college, die kwam van Rieten van de Groep van de KAP. En het amendement was het mijn initiatief. En op het moment dat ik het uitsprak, kwamen dat twee partijen naar me toe. Rieten, als je hem klaar hebt, stuur me op, want ik wil mede ondertekenen. Ja. Gaan we zo nog over hebben. Dan zie je, het gaat er niet om wie dat doet. Of ik dat nou was of een ander, want dat moet goed begrepen worden. Het gaat erom, als je met een goed voorstel komt, dan gaan mensen daar echt mee. Daar komen we straks nog over te spreken. Want ik vind wel mooi dat nou zo gelopen is. Ja. Want het strookt ook een beetje met jullie verkiezingsprogramma. Ja. Tenminste, dat is mijn insteek. Nog even over van regeringspartijen naar oppositie. Valt je dat zwaar? Valt je dat tegen? Is dat jouw ding? Het is een geheel andere houding. Het is een heel ander soort werken. Dat is wel zo. Raadslid sowieso zijn is compleet anders. Dus je kan je voorstellen dat ik die eigenlijk nu pas een beetje begin te landen weer in die rol. Dat de eerste paar raadsvergaderingen zat ik alleen maar te kijken naar mijn collega's. Oh, als het goede antwoord maar zeggen, want dat was mijn portefeuille. En misschien weet hij dit niet. Ja. Ook wel wat haperingen dat ik zeg niks, want ik weet van de hoed en de raam. Dus je zit er dan niet echt lekker in. En dat moet je los leren laten. Kijk, wethouder zijn is zo ontzettend intensief. En dat ben je zo 24/7. Dat is heel lastig om dat los te laten. Hoe is het dat je collega's als je het zit en jij mag, natuurlijk mag je oppositie, tegen je ex-collega's? Ik heb er totaal geen moeite mee. Dat is toch denk ik mijn kijk op de wereld hoor. Ik zie meer mensen. Ik zie meer mensen dit vragen. Ik weet niet of dit zo opgesteld is. Dat is gelijk de entree naar mijn volgende vraag. Het bord van de KAP valt nu wel, maar door een teruggang van 50% minder stemmen op jou, 50% minder zetels, is dit de
teloorgang van de CAP. Nou, dat is nog één stapje verder en het is over. Nee, dat is niet wat wij voorstaan. Nee. Nee, ik zei het al, een partij van die leeftijd, maar ook met die geschiedenis. Maar ook jarenlang gewoon echt een voedingsbodem gehad. Kijk, de CAP heeft ook wel eens één zetel gehad, hè. Weet je, misschien niet, maar ik weet wel. Dat is al een tijd geleden, hoor. Ja, maar je hebt dus ook tijden gekend dat je tot één zetel en ook nog een restzetel bent gereduceerd. En ook tijden dat je er tot bijna vijf kwam, op eigen kracht. Ja, nou dus kijk je terug, want je mag niet terugkijken naar het verleden. Hè? Er is zo'n logootje. Kijk niet terug naar het verleden, kijk naar de toekomst. Nou, daar ben ik het dus niet mee eens. Want wie het verleden niet kent, kan de toekomst niet goed invullen. Dus dit is ook weer zoiets. Ja, weet je, we roepen elkaar allemaal zo snel na, Maarten. Hè? Je kijkt niet naar het verleden. Nee, als je niet naar het verleden kijkt en je kent het verleden niet, maak je fout keer op keer op keer. En kan je de toekomst niet invullen. Nee, maar zo'n evaluatie zal natuurlijk ook gaan. Hoe komt dit? Ja, natuurlijk. Ligt het aan jouw persoon? Ligt het aan alles. Het programma? Nee. Ligt het aan de campagne? Ligt dat aan weet ik veel? Nou, je kunt nog wel een paar dingen bedenken, nee, denk ik. Nee, dat kan natuurlijk. Alleen het feit is wel dat je nu met twee mensen zit. Ja, dat is zo. Twee mensen in de raad inderdaad. In ieder geval. Ja, in de commissie zitten natuurlijk de burgerleden ook. Ja, je zit nu met twee mensen, dat klopt. En nogmaals, ik vond het vreselijk en niemand had het verwacht. Ik had het ook niet verwacht, uiteraard. Maar het is niet zo dat wij ons werk nu met tegenzin doen. Ja, dat is denk ik ook de rol van de CAP die ze van oudsher al speelt. Laten we eerlijk zijn, tussen de gevestigde landelijke politieke partijen heeft de CAP er lange tijd niet tussen gepast. En werden wij, en dan heb ik het echt over een lange tijd geleden, als een luis in de pels gezien. Ja, als je... Begrijp je wat ik bedoel? Ja. Dus ja... Dan denk ik van, nou, ook dat is veranderd. Het is niet zo dat er uiteindelijk die club van wijze mannen alleen met een naamswijziging komen. En vrouwen. Oh, en vrouwen, prima. Ja. Dat die alleen maar met een andere naam komen. Dat naam is niet, 2014, dat naam is, 2015. Dat is niet, zeg maar, wat gevraagd is door de bestuur. Die heeft een hele lijst opgesteld met toch verzoeken aan de commissie van wijze en wat ze graag willen. Mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen, want zoals je weet zijn er ook heel ze brengen niks naar heel buiten, veel wijze vrouwen. Nee, niets. Nee, dat is ook een vraag. Mag toch af en toe wel even roepen dat we goed bezig zijn? Nee, dat is puur een CAP aangelegenheid. Het is nu een gemeentelijke aangelegenheid, was ik het met je eens. Maar dit is puur een interne CAP aangelegenheid. Is er een deadline, een tijdlijn, dat je zegt van nou 1 april, noem eens wat leuks, 1 april? Het mogen is volgens mij om voor eind februari, om dan met een set aanbevelingen te komen. Die dan ook eerst weer door een ledenvergadering natuurlijk besproken moeten worden en wel of niet geaccordeerd moeten worden. En daarna geïmplementeerd zullen moeten worden. Vrees jij voor iets? Nee, ik vrees voor niets. Heb jij slaaploze nachten? Daarover? Denk je, jeetje man, wat gaat er komen? Absoluut niet. Ben je gehoord onder ede? De commissie heeft uiteraard de bevoegdheid om wie dan ook, dat zit ook allemaal in de opdracht, te horen. Dus dat is... Rita blijft gewoon. Dat zullen we afwachten. Ik ga ervan uit dat ik gewoon kan blijven. Maar Rita krijgen ze niet stuk. Maar als dat anders is, nou ja, dan hoor ik het wel. Rita Verdonk, ben jij... Nee, want Rita Verdonk is uiteindelijk opgestapt volgens mij. Ja, uiteindelijk heeft hij niet gered. Ja. Maar die was ook nogal... mij krijgen niet omver. Ik heb dat nooit gezegd. Ik geef alleen zelf niet snel op. Ja, goed, dat zit ook een beetje in je karakter. Heb jij de mensen gekozen die in die commissie zitten? Nee. Nee, een strikvraag. Maar nee, anders... wij hebben uiteraard niet meegekomen. Doe je aan steekpenningen? Gaan ze iedere week een pontje palen door de brievenbus? Nee. Want dat is tegenwoordig heel normaal. Ja, nou, dat is afschuwelijk het zo gaat. Althans, het is een beetje gechargeerd. Maar dat het, nee, want uiteraard doet het bestuur dit soort dingen. Daar heeft de fractie zelf natuurlijk niks mee te maken. Dat is tegenwoordig nog zonder corruptie. Ja, erg genoeg is dat wel. De Rekenkamercommissie start een onderzoek naar het plan Zuiderzee. Heb jij zicht op hoe dat ermee staat? Dit is ook binnen jouw werkveld, vorige werkveld. Die Rekenkamercommissie die doet dat voor eigen rekening en risico. Hè? Dus de gemeenteraad of de commissies kunnen zeggen, wilt u dit onderzoeken? Maar dat hoeven ze niet te doen, omdat ze geheel zelfstandig zijn. En zelf hun onderwerpen uitkiezen. Nou kijk, in het college als ik in het college nog zou zitten, zou ik wel weten hoe ver ze zijn. Want ze maken natuurlijk ook tussenrapportages. Maar volgens mij zijn ze toch wel een beetje aan afrondende fase. Ja, ik heb ooit die meneer van Dort gesproken. Ja. En die zei, ja, we hebben in een tijdlijn toch zo rond de kerst of net na de kerst. Ja, ik dacht een beetje afrondende fase dat ze nu zo een beetje zijn, hoor. Ja. Ben jij gehoord? Nee, ik ben niet gehoord. Niet? Nee. Of moet dat nog? Dat zou zomaar kunnen, want ik weet niet hoe ver ze zijn. Maar ik ben niet gehoord, nee.
Want Plan Zuiderzee is toch een beetje jouw ding? Ja, dat is mijn ding. Tenminste, voor een deel. Je weet, dat plan loopt al 20 jaar. Ja. En wat daarvoor allemaal al gebeurd was toen ik aantrad. En de stagnatie waar we in zaten. Ja, dat is inderdaad onder mijn verantwoordelijkheid geheel en al opgelost. Nou, dat is straks voor te kijken. Want je kon deels kon jezelf aanmelden. Dat kon mensen denken van, goh, ik heb je zicht op die materie. Ja, ja. En dat zij zelf mensen sleutelfiguren. Volgens mij hebben ze wel mensen gehoord. Ja. Of zijn ze nog in dat proces? Want nogmaals, ik weet de stand van zaken op dit moment niet. Maar ik ben tot nu toe, als ze het dan beter zo te antwoorden, niet gehoord. Nee. Oké. Nou, of het oké is, weet ik niet. Ja, we zullen zien waar ze mee komen. Ja. Een leuk punt, en daar hadden we het net al heel even over, was natuurlijk die tariefdifferentiatie. Ja.